Lieve familie, welkom hier in de aula van Begraafplaats en Crematorium Zorgvliet. Het is een welkom om afscheid te nemen. Afscheid van jullie moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Rompje de Ridder Zalm. Wij kijken vandaag terug op het leven van Rompje. Wie zij was en wat zij voor ieder van u heeft betekend. Dit zullen we doen door te luisteren naar muziek, door te kijken naar prachtige foto's uit haar leven en door te luisteren naar herinneringen die met u worden gedeeld. Als eerste spreker wil ik graag Gerard vragen om naar voren te komen. Ja, welkom allemaal, familie. Voordat ik mijn verhaal weer wil vertellen, wil ik toch de aandacht vestigen op onze kleinkinderen en kleinkinderen die zo'n hele mooie tekening hebben gemaakt voor oma. En op de zijkant zien we foto's en zelfs een gedicht van Yara, Kian, van wie is deze ons alweer? Mila. En aan deze kant een foto van Pip, of een tekening van Pip, van Felien en van Jamie. Hartstikke mooi. Het is hartstikke fijn dat jullie zo'n mooie tekening hebben gemaakt voor oma. En we vinden het allemaal heel jammer dat oma er niet meer is. We gaan er allemaal ontzettend missen. En jullie zullen dat ook doen. Bedankt voor jullie hele mooie tekening. Wat zullen we haar missen? Ze is 94 jaar geworden. Maar wij als kinderen zijn nog altijd zeer gehecht aan die moeder die vroeger de spil was van waar alles eigenlijk om draaide. Denk maar aan verjaardagen, aan feestjes, aan co. De laatste tijd was het natuurlijk wel anders. Ze leefde in haar eigen geschiedenis. Ze praatte veel over vroeger, haar ervaringen als kind in Enkhuizen. Ze droomde over gebeurtenissen die in haar leven waren gebeurd. Zo droomde ze eens en ze vroeg zich af, heb ik die oude bekende, heb ik die nou echt gesproken een paar dagen geleden? Het gesprek had heel veel indruk op haar gemaakt en ze vroeg zich af, was het een droom? Is het waar gebeurd? Maar ja, ze droomde dat ze met iemand gesproken had en dat was op de begrafenis van oma de Ridder in de jaren 80. En ze herbeleefde die gebeurtenis eigenlijk. En ja, het was natuurlijk niet echt gebeurd, maar het was in de jaren 80 was het wel werkelijkheid. Want toen was, het ging over meneer Ossebaar. Die was toen heel oud, die was blind, maar hij herkende haar toen aan haar stem. En ja, over dat soort dingen, dat soort indrukwekkende dingen in haar, dat was toch een persoon voor haar waar ze erg tegen opkeek en zo. En daar leefde ze op dat soort herinneringen. Als klein meisje ging Rompje naar school toe. Maar die mooie Friese naam Rompje, die naam die komt van Romme, en dat betekent uit Rome, was te ingewikkeld voor de meester. En de meester die zei, Rompje, nee dat doen we niet, we noemen jou voortaan Ronnie. Zo is ze de rest van haar leven door het leven gegaan als Ronnie. Maar vandaag noemen we haar weer zoals ze echt heet, ze heette Rompje. Haar moeder was was iemand die een groentewinkeltje runde. En het was natuurlijk een gezin en je kan je voorstellen hoe dat. Je moet je daar voorstellen dat dat gewoon een voorkamer was waar groenten uitgestald stonden voor de deur en in de kamer. En ja, dat gebeurde heel, heel veel in die tijd, dat ze gewoon winkels aan huis hadden. En als er klanten kwamen, de moeder van Rompje had niet altijd zin in vervelende klanten en die zei dan vaak tegen Rompje, ga jij maar even naar die klant toe, want dat is zo'n vervelende dame, die wil ik even niet zien nu. En Rompje die kon dat heel goed, die kon dan die klant heel vriendelijk helpen en zo deed ze dat dan. Haar vader ging in de zomermaanden ging hij te venten, zoals het heet. En hij ging dan met groenten op een kar, ging hij Enkhuizen door, hij ging in de dorpen rond Enkhuizen met groenten, met paard en wagen langs de dorpen. En Rompje ging ook regelmatig mee. Rompje
werd echt wel aan het werk gezet. Het was gewoon een middenstandsgezin waar alle handjes nodig waren. En 's winters, dan was vader Zalm, de vader van Romkje, was kolenboer, brandstoffenhandel. Dat had hij. Hij had kolen, hij had turven, hij had petroleum. En hij laadde op de winterdag laadde hij zijn kar vol met bestellingen. En hij ging de bestellingen met kolen rondbrengen. En ik kan me nog herinneren dat ik daar als kind, kleinkind op bezoek was. En toen kwamen ze, zaten daar in een huis altijd 's middags warm. En dan kwamen de kolenboeren, dat waren dus vader Zalm en broer Frits, waren er toen. Die kwamen 's middags warm eten. En dan kwamen ze van die zwarte Manchester pakken, weet je wel. Echt kolenboeren met zwarte gezichten. En was dat een beetje een raar gezicht toch wel in deze tijd. Gingen ze snel even de handen wassen. En dan gingen ze aan tafel en dan aten ze. En s'avonds pas dan werden ze uitvoerig, moesten zich schrobben, want ze zaten tot op hun navel, waren ze pikzwart. Maar even kijken. Vader Zalm was een zakenman en hij had allerlei contacten. En als Romkje nieuwe schoenen moest hebben of nieuwe kleren, dan ging dat anders als dat ze gewend was in Amsterdam nu de laatste jaren. Bij haar vader ging het zo dat vader Zalm had altijd wel iemand die bijvoorbeeld een schoenenzaak had of een kledingzaak. En wat gebeurde er dan? Hij ruilde voor een paar zakken kolen, ruilde hij wat nodig was. En wat er dan altijd gebeurde was van, ik bestel wat, maar ik wil wel de beste kwaliteit van je hebben graag. En daar was opa Zalm zeker heel erg op gesteld. En zo ging dat. In Amsterdam was het toch wel wat anders. Als je daar de CNA in kwam, dan dat was toch een andere wereld, zullen we maar zeggen. Er was altijd wat te doen in die tijd. Turven werden er gestookt. Rechthoekige stukken veengrond uit Drenthe. Die werden naar Enkhuizen gebracht en die werden dan uitgestald op een veldje en die moesten daar drogen. En die turven die waren ongeveer zo groot, die stonden daar dan zo in een rij, die moesten drogen. En die moesten dan regelmatig gekeerd worden. Dat was een flinke klus. Ma vertelde daar nog vaak over dat ze dat dan ook moest doen. Hup, al die turven omdraaien. Maar goed, handjes waren er altijd tekort aan. Ze ging naar de huisartsschool en ze werkte ook bij familie, bij ooms en tantes. Dat deed ze naast haar schoolwerk. Opa Zalm die zorgde voor een baantje bij de poort van Kleef, een hotel. Een werkweek van schrik niet, 6,5 dag. Ze werkte altijd. Kamers schoonmaken, trappen boenen. Het hele hotel moest samen met een ander meisje dagelijks worden schoongemaakt. Ze werkte 6,5 dag en dan had ze een halve dag vakantie. De ene zondagochtend had Romkje vrij en de andere zondagochtend had haar collega vrij. Maar als zij vrij was, dan moest ze naar de kerk. Dus ze zei regelmatig, wat heb ik toch hard gewerkt in mijn leven. Ja, en dat klopt wel. In de oorlogsjaren waren er via de kerk veel contacten met Enkhuizen en Amsterdam. Mijn pa ging met broer Fred in de oorlogsjaren op de fiets naar Enkhuizen om voedsel te halen voor de familie. En zo kwamen pa en ma elkaar later op de kermis tegen en ze kregen verkering. Eenmaal getrouwd kwamen ze in Amsterdam terecht op de Lauriergracht 74. Ma vond het niets in de binnenstad. Veel kroegen en dronkenlappen. Ma had er in Enkhuizen al genoeg mee te maken gehad en ze verhuisde naar Geuzeveld, een nieuwbouwwoning. Mijn eerste herinnering was het huis in Geuzeveld. Straten waren er nog niet, grote bergen zand. En ik moest naar de kleuterschool. En ma bracht mij nou naar de kleuterschool op de Kort van de Lindenkade. Maar ma was geen geweldige fiets. En ik moest in zo'n klein kindersitje voor op dat stuur van die Opel-fiets moest ik ingetild worden. En dan moest ma de Savonilloma-straat oversteken. En vandaar dat dat ook wel een van mijn eerste herinneringen was. Ma was een echte moederkloek. Je moest niet aan haar kinderen komen. Iedereen werd gelijk behandeld. En met zoveel kinderen waren er regelmatig zorgen. Ik heb ook een keer voor zorgen gezorgd, zal ik maar zeggen. Ik zat in de zesde klas, nu groep 8. Ik kreeg een blinde darmontsteking en ik moest naar het ziekenhuis. Naar het Centraal Israëlisch Ziekenhuis in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam. En ondanks alle drukte van het gezin, want ja, er waren meer kinderen natuurlijk, maar kwamen ma en pa elke dag op bezoek. En ik lag 6 weken in dat ziekenhuis. En daarna moest ik 6 weken thuis op bed liggen om uit te rusten.
Ik had iets aan mijn nieren. Ze hadden mijn nier... mijn nier was beschadigd. Maar dat kon allemaal. Destijds kon heel veel. Er kwamen tantes, allemaal bekenden met problemen, kwamen soms zomaar logeren. Iemand had een hernia, die lag dan in een bedje op de kamer en die werd er dan weer bijgezet. En we hadden ook tantes die kwamen altijd mee eten. Tante Maartje, tante Loes. Nou, ze kwamen heel regelmatig. Maar goed, het waren drukke tijden. Ook de kleinkinderen hebben toch altijd een goede tijd beleefd met oma. Gelukkigste tijd was de periode dat ze een huisje in Egmond hadden. En daar vaak iedereen uitnodigde bij feestdagen en verjaardagen. Tot het laatst heeft ze op haar tablet belangstellend de activiteiten van kinderen en kleinkinderen, neven en nichten bekeken op Facebook en gereageerd. Zoals zij nu. En dat reageren, dat kon ze heel onverbloemd doen, dat weten we. Gelukkig kon ze de laatste jaren wonen in Huis aan de Poel in Amstelveen. Wij als kinderen zijn de verzorgende veel dank verschuldigd. Wij herinneren haar zoals ze was in haar topdagen en gaan Romkje missen. Mag het woord geven aan Anneke en Jolande.
In februari 1979 kwam ik vanuit Aalten naar Amsterdam, waar ik op de revalidatiekliniek Overtoom al snel verkering kreeg met broeder Gerard. Niet lang daarna werd ik geïntroduceerd bij de familie De Ridder in Geuzeveld. Een groot gezin met heel veel beide handen kinderen en schoonkinderen. Als 19-jarige puppy en als achterhoeks deerntje moest ik daar echt wel even aan wennen. Gaandeweg de jaren heb ik daarin wel mijn weg gevonden en voelde ik me welkom. In mei 1983 trouwden Gerard en ik vanuit het ouderlijk huis op de Jacob van Wezenbeekestraat. Ma had, creatief als zij was met bloemschikken, mooie tafelstukken gemaakt voor bij het etentje. Ook verzorgde ze de corsages. Bij bloemist Brandsen bestelde ze lelietjes van Dalen, die ik toen samen met witte roosjes graag in mijn bruidsboeket wilde. De bolletjes hiervan heeft ze later nog in hun tuin geplant. We hadden zelf geen tuin. En nog altijd zijn deze in mei, deze bloemetjes me dierbaar. Na de geboorte van Lisa in 1989 kochten wij huisje 56 in Egmond, op het terrein van Schuit, waar ook pa en ma een vakantiehuisje hadden. Vele mooie herinneringen hebben we daar gemaakt. Samen naar de lichtjesavond in Groet en naar Egmond op z'n kop, met onder andere de harddraverij, waar ma warme herinneringen aan had vanuit Enkhuizen. Vele kinderen kwamen voorbij. En oma was altijd weer bereid om, wanneer een van de baby's weer eens huilde en niet stil was te krijgen, deze op de arm te nemen en dan in slaap wiegden met het liedje. Ik denk dat jullie je dat nog wel kunnen herinneren. Ma hield erg van tradities. De bogen tijdens bruiloften mochten eigenlijk nooit ontbreken. En die werden dan ook voor iedere gelegenheid weer tevoorschijn gehaald en opgeleukt. Ook was Ma een verbindende schakel wat betreft onder andere verjaardagen binnen de familie. Zij belde doorgaans iedereen op met de herinnering dat dan en dan die en die zijn of haar verjaardag vierde. Ze hield wat dat betreft heel graag de regie in handen. En ondanks dat ik daarvan ten duur wel vond dat iedereen dat maar zelf moest regelen, heb ik haar hierin altijd wel bewonderd. Ik ben het even kwijt. Ze hield wat dat betreft heel graag de regie in handen. Bewonderd. Oh ja, bewonderd. Dank je, zus. Ze was een kloek die haar kuikens bijeen wilde houden. Naast de minder fijne periode binnen onze familie waren er gedurende de jaren ook gelukkig heel veel mooie momenten. We koesteren de mooie herinneringen aan familieweekendjes, naar Co, naar Wapse. En ook tijdens de bonte avond daar had Ma haar aandeel. Gelukkig hebben we hier nog hele mooie foto's en filmpjes van. De eerste jaren in het huis aan de poel waren niet altijd even makkelijk voor haar. Maar toen ze hier eenmaal gewend was, heeft ze er toch nog een hele goede tijd beleefd. Heel erg fijn dat we afgelopen nieuwjaarsdag nog met elkaar samen zijn gekomen en ook nog mooie foto's hebben gemaakt. De mooie herinneringen blijven. Dag Ma, je was een fijne schoonmoeder. Anders dan Anneke kan ik niet terugkijken op heel veel familieherinneringen, omdat ik nog niet zo heel lang een deel van de familie ben. Toch dateert mijn kennismaking met u al vanaf 1975. En het is bijna 50 jaar geleden toen ik als vriendin van Tilly bij jullie thuis kwam. Omdat Till en ik elkaar nooit uit het oog zijn verloren, bleven we op de hoogte van elkaars wel en wee. Hoe het ging met de ouders, de broers en zussen en of er bijvoorbeeld nog nieuwe baby's geboren werden, waren. We hadden toen niet kunnen denken dat ik vele jaren later uw schoondochter zou worden. Ik leerde u toen kennen als een heldere oude dame met een heel eigen mening. Er zat een kop op, zoals er binnen de familie gezegd werd. Breien, haken, naaien, bloemschikken, u deed dit jarenlang met vaardigheid en plezier. Maar door de afnemende kracht in de armen ging dat niet langer meer. Maar ondanks uw hoge leeftijd lukte het u mee te gaan in de moderne tijd. En met de iPad wist u goed om te gaan. Tot mijn verwondering had u ook een Facebook-account. Uw grote trots waren uw kinderen. U bleef altijd geïnteresseerd in het doen en laten van ieder. Bezoeken werden genoteerd op de kalender. En verjaardagen en hoogtijdagen werden nooit vergeten.
Ook de kleine en achterkleinkinderen waren voor u een grote rijkdom. De afgelopen 5 jaar heeft u na een aanvankelijk aarzelende start naar tevredenheid gewoond in huis in Amstelveen. U werd er goed verzorgd en kreeg regelmatig bezoek van de familie. En de mevrouw van het restaurant wist al heel snel wie mevrouw de Ridder was. 10 dagen geleden hebben wij afscheid van u genomen. U was tot op het laatste moment erg helder en was klaar om te sterven en los te laten. Graag wil ik afsluiten met uw eigen woorden. Het is goed zo. Ik wil graag Lisa uitnodigen om naar voren te komen. Ik heb wat op papier gezet over de band die ik met onze oma had als haar kleindochter. En ik wil het graag met jullie delen. Ik heb geprobeerd om een en ander in chronologische volgorde op te schrijven. Dat werd een aardige uitdaging. Daarom heb ik het verdeeld in een aantal hoofdstukjes van onderwerpen waarbij ik echt aan onze oma denk. Snoepen en verwennen. Als ik aan oma en ook uiteraard aan opa destijds in mijn jonge jaren denk, dan vinden deze herinneringen vooral plaats in Egmond. Waar wij als gezin, net als opa en oma, een huisje in hetzelfde laantje hadden. Ik kwam dan ook regelmatig bij opa, oma en mijn vriendje Guido buurten als klein meisje.
Ik kan me ook goed herinneren dat ze altijd dezelfde soort yogo-yogo hadden. Met persiksmaak. En deze kreeg ik dan uit een dierenbeker met als oortje een giraffennek of krokodillenstaart. Oma hield van snoepen, dus kregen we er ook een lekker snoepje bij. Een rijtje droppoppetjes, die, waar ik later achter kwam in de afgelopen dagen, niet zo heten. zouten rijen, maar droppoppetjes vind ik inderdaad een betere benaming. Ik heb voor ieder huishouden, zeg maar, een zakje mee ter herinnering, smaak, weet ik wel. Ze zijn gewoon heel lekker ook. De droppoppetjes of ander snoep wat hoogstwaarschijnlijk bij de macro vandaan kwam, want in grote potten, die zocht ik met zorg uit, want ik wilde als meisje natuurlijk eentje met zoveel mogelijk roze. Later in Heemskerk lag de kast ook altijd vol met lekkere koeken. Echte Enkhuizer jodenkoeken, spritsen. En nee, geen klein koekje, maar een echte koek. En wilde je dan geen koek? Dan lustte je toch zeker wel een chocolaatje? Want bonbons had ze ook altijd wel. Daarnaast staan ook de vele uitjes met de familie me uiteraard erg bij. Natuurlijk Koon, later Wapsen, maar ook uitjes naar Volendam en Marken en gezellige etentjes samen. Over de Sinterklaasavonden en het vele snoepen daar zou ik zo ook nog een hoofdstuk kunnen vullen met hilarische momenten, waarbij we soms zo de slappe lach hadden. Bijvoorbeeld toen Sinterklaas van de trap was gevallen. Of als de surprise die oma had gemaakt, waarin zat een cadeautje om te branden, aangestoken werd door de ontvanger, want er zat een aansteker bij. Het waren cd'tjes om te branden destijds. Ja, het was gewoon heel hilarisch en daar denk ik met heel veel plezier ook aan terug. Toen ik zelf weer wat ouder was, ik denk een jaar of 20, ik had net mijn rijbewijs, ik oma eens opgehaald om te gaan winkelen. Ik vermoed dat we naar Beverwijk reden, ik weet het oprecht niet meer, oma wist de weg. Hier links, daar rechts, hop en daar kon je parkeren, ze wist het allemaal precies. Naar de V&D, winkel in, winkel uit, even een taartje eten bij de bakker, even plassen en hop, daar gingen we weer verder naar de volgende winkel. Wat een energie had ze, ondanks haar leeftijd. En ook in de laatste jaren was oma nog steeds echt een zoete kauw. Als ik alleen al denk aan hoeveel zakjes suiker zij in haar thee deed, dan vallen mijn vullingen er haast uit. Hoofdstuk 2. Het hart op de tong. Je kon oma niet zomaar alles wijsmaken. Was ze het er niet mee eens, dan hoorde je dat ook zeker weten. Of als je iets voorstelde wat ze niet wilde, dan hoorde je het ook. En zei ze bijvoorbeeld, nou dat moet ik niet hoor. Oma was niet bang om te zeggen waar het op stond of wat ze dacht. En tja, dat kwam er soms mogelijk wat onhandig uit misschien. Ik weet nog dat we een keer een groepsfoto gingen maken met een deel van de familie. En in die tijd waren nog niet alle neefjes en nichtjes gesetteld. En ja, hoe ging dat? De vriendjes van of vriendinnetjes van, die kwamen en die gingen weer. Een van de nieuwe aanwinsten werd dan ook bij het maken van de foto vriendelijk, doch dringend door oma verzocht om aan de buitenkant te gaan staan. Want dan kon hij er later nog van afgeknipt worden. Of toen ik voor het eerst in verwachting was, ze vond het heel leuk. En toen ik bijna uitgerekend was, hadden we een telefoongesprek. En ze zei dat haar moeder altijd zei, nou, als je gaat bevallen, sta je met één been in je graf. Oh. Nou, dat was heel opbeurend. Ik probeerde het nog wat te nuanceren. Nou, oma, dat zal toch wel meevallen? Als het zo erg was, dan had u toch ook geen 6 kinderen gehad? Nou, daar had ik beter niet over kunnen beginnen. Want dat was in die tijd toch heel anders. Hoofdstuk 3. Zorgzaam en meelevend.
Oma leefde ontzettend mee en ze was altijd van alles op de hoogte. En als we dan belden, was ik ook gelijk bijgepraat over wie er weer ging verhuizen, een nieuwe baan had of als er iets anders speelde. Ook als een van de kinderen jarig was, of er was een andere feestdag, of noem het maar op, dan vroeg ze altijd even, koop je wel even wat voor Felien? Koop je wel even wat voor Joris? Zo was ze altijd heel betrokken. Op een gegeven moment brak het tijdperk van Facebook aan. En ja, oma Ronnie de Ridder kreeg een account. En dat wilde ze graag, want ze miste alle nieuwtjes. Als je er dan een keer aan de telefoon had en ze vertelde iets, een nieuwtje, dan was de reactie, ja, oh ja, ja, dat had ik al gezien op Facebook. Ja, dat vond ze helemaal niet leuk natuurlijk. Dus oma kreeg een tablet, zodat ze ook bij kon blijven. En ik woonde in die tijd nog net thuis in Huizen. En ik kan me ook goed herinneren dat er een aardige hotline was tussen Heemskerk en Huizen. Geer, de tablet doet het niet. Ik heb zus en zo opgezocht en nou vind ik het niet meer terug. Ook werden de zoekfuncties op Facebook, YouTube en Google af en toe door elkaar gehaald. Ze leerde het allemaal ontzettend knap. En vooral in het begin reageerde ze op alles. En ook kwam het nog wel eens voor dat ze per ongeluk een openbaar berichtje had gestuurd wat dan eigenlijk privé moest zijn. Maar nou ja, dat zorgde soms voor wat ongelukkige en ongemakkelijke situaties. Maar al met al was het natuurlijk enorm knap dat ze op zo'n leeftijd nog zo digivaardig was. En op die manier heel betrokken kon zijn. Die betrokkenheid die ik al eerder beschreef was heel mooi, soms ook lastig. Vooral in periodes als het niet zo goed ging. En dan met name de periode dat Sarah ziek bleek te zijn. Je wilt het iemand besparen. En ik draaide dat ook liever een beetje omheen. En maakte er het wat minder erg. Maar oma trapte daar niet in. En dat doet me dan ook veel verdriet. Maar ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder hoe Sarah een plekje in haar hart veroverd had. Met het mooie altaartje. Wat oma bij haar bed had van Sarah. Ook nog tijdens de laatste momenten. Heel ontroerend en mooi. Laatste hoofdstuk. Oude oma. Vanaf oma's 80ste verjaardag, zei oma iedere verjaardag. Nou, dit zal wel de laatste keer zijn hoor. Volgend jaar ben ik er echt niet meer. Maar de jaren gingen voorbij. En ondanks haar jaarlijkse voorspellingen bleef ze gelukkig nog 14 jaar toen bij ons. Al was het met de gezondheid niet altijd makkelijk. In de laatste jaren van haar leven woonde oma in het huis aan de poel. In het begin was dat echt wel wennen voor haar. En dat was ook lastig om te zien, want dat kon je echt wel merken. Wie het in ieder geval wel superleuk vond bij het huis aan de poel, was Felien. En Felien vroeg dan ook op regelmatige basis, wanneer gaan we nou weer een keer naar oude oma? Want zo noemde ze haar liefkozend. En ja, wat was er dan zo leuk? Ten eerste mocht ze oma duwen in de rolstoel. En natuurlijk een taartje uitzoeken. En met al die omaatjes en opaatjes daar kreeg ze alle aandacht. Wat een feest. Een leuke herinnering die ik heb was toen oma er nog niet zo heel lang woonde. En ik denk dat Felien ongeveer 1,5 jaar oud was. Er was een kinderboerderij in de buurt. En daarmee kwamen ze met alle dieren naar het verzorgingshuis toe. Geiten, varkens, poezen, konijnen, een gans. Je kan het zo gek niet verzinnen. Eigenlijk was het voor de bewoners. Maar Felien vond het natuurlijk ook heel leuk om als dreumes van 1,5 jaar daar rond te lopen. En ze werd zelf ook deel van het vertier voor alle oma's en opa's die daar woonden. En oma zat erbij te glunderen, trots op haar achterkleindochter. Wat een mooi gezicht en wat was het fijn om haar weer zo te zien genieten. Ik vind het heel fijn en ik ben dankbaar dat Felien ook nog zoveel
met haar heeft beleefd en haar heeft mogen leren kennen. Lieve oma, dank u wel voor alle keren dat we samen hebben gelachen. Met een glimlach en een traan denk ik aan u terug. Op Facebook reageerde u stevast op foto's of berichtjes van Sara. Met de tekst, lieve Sara, ik zal je nooit vergeten. En ik zal u ook nooit vergeten, maar wel heel erg missen. Bij de mooie en lieve woorden zijn we op het moment aangekomen dat we Romkje moeten gaan begeleiden naar haar laatste rustplaats hier op de begraafplaats. Zo dadelijk zullen we gaan luisteren naar het laatste muziekstuk. En tijdens het laatste muziekstuk wil ik de dragers vragen om naar zijn moeder plaats te nemen. Mijn collega heeft inmiddels de rijdende baar buiten klaargezet. Daar plaatst mijn moeder op. En voor de andere mensen wil ik vragen om wat bloemen voor ons mee te nemen richting het graf, zodat die allemaal strakjes netjes bij haar liggen. Wij zullen nu gaan luisteren naar het laatste muziekstuk.